Nou, het is vandaag 23 augustus 2013. Het is de dag voor de avond van het begin van 48 Hour Project Rotterdam. En over 4 uur weten we de ingrediënten en zijn we waarschijnlijk volop in productie. En achter mij zie je nu nog een hele lege en rustige productieruimte. Hier gaan we eten, koken en dat soort dingen. Misschien dat het eventueel een set gaat worden. En nou, ik verwacht iedereen toch wel over 3 uurtjes binnendruppelen. En nog wel erg veel zin in. Rock and roll. Come on and ride. We ought to leave it. We ought to say goodbye. We zijn lekker aan het golven ter ontspanning voordat het hectische weekend gaat beginnen. Ja, ontspanning. Ontspanning. Wordt een doodslag hier. Ah! Shit. Ja, 20 minuutjes had hij het net over. Oké, nou, we hebben dus net het genre voor gekregen en we gaan een dramafilm maken. Dus we wachten nu op de laatste ingrediënt, namelijk de zin, het voorwerp en ik ben heel benieuwd. Oh, wat is het personage? Wat is het personage? Prime Minister. Prime Minister. Oh. Minister-president. We zijn er niet over uit of het je of mevrouw is, maar de zin is, dat zei ik mevrouw vannacht ook. En het voorwerp is niet dit, want dit is te groot, maar zaklamp. Spannend! We are to leave it, we are to say goodbye. Je kan hier dus niet een half uur gaan douchen, dat gaat gewoon niet. Twee minuten hooguit. Want dan, anders red je dat niet met een boiler. Een paar voor die eens bedenken, maar gewoon helemaal niks. Nee. Vroeger hadden we helemaal geen douche. Vroeger hadden we gewoon met een emmer in de gaten. Zullen we even heel snel, even alleen maar even je naam en wat je doet dit weekend, zodat we even een iets beter beeld krijgen qua wie wat doet. Is dat even handig? Ja, handig. Renner en ik doe productjes. Peter en ik help met schrijven. Maria, catering. Koffie en zo. Ja, koffie. Nou, het is nu 21:15 vrijdagavond. De scriptschrijvers zijn nu vol bezig. Ze zitten bij elkaar. En ik hoop dat ze een heel tof script neer gaan zetten. En ondertussen is iedereen een beetje aan het afwachten eigenlijk. De cameramensen zijn aan het uittesten, de lampen worden opgezet, filters worden uitgetest. Dus iedereen is wel een beetje bezig, maar het is nu inderdaad gewoon wachten op het script. En dan kun je echt de productie starten, dus wat hebben we nodig? Een zaklamp hebben we al, dat is een van de ingrediënten. Maar ja, wat bedenken ze nog meer? We zullen het zien en het is gewoon even afwachten. Ik weet wat je bedoelt, hij voelt een beetje kaal. Nou, we gaan zo meteen beginnen met de eerste scène. Dat is de eetscène. Achter mij wordt inderdaad op het veld een heel mooi Mr. President ding gebouwd. En de actrice komt volgens mij net binnengelopen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. En het is nu, 21:45. We gaan zo beginnen. We hebben er zin. Goed, helemaal cool. En actie naar 5, 4, 3. Jammer. En we zijn gestopt. En gestopt? Ik krijg je vandaag even een... We mogen vandaag even meekijken met wat ik nou eigenlijk zie die hele dag. Waar ik tegenaan moet kijken, dat bijvoorbeeld. En ik moet daar tegen, Martijn. Kijk, daar moet je tegenaan kijken. Ik was even ergens anders mee bezig, sorry. Nou ja, daar kijk ik eigenlijk de hele dag naar. Daar. Achter mij zijn ze nu aan het opbouwen voor de laatste shot. En dan is de rap. En ondertussen wordt beneden het eten voorbereid. En ik denk dat iedereen wel echt honger heeft. Het is 8:30. Het staat er vrij snel op allemaal. En dan kan de edit beginnen en knallen. Heb je één idee? 2, 2, 2. Print. Print. Dames en heren. It's a motherfucking rap. Yeah. Yeah.
25 augustus 2013, de laatste dag van 48 Hour Rotterdam. En achter mij hoor je waarschijnlijk 3 stofzuigers om alles weer schoon te maken. Gisteravond was toch wel een feestje. Ik heb volgens mij 10 man in de jacuzzi gezien, mensen die aan het dansen waren daar. Het was echt chaos, gekkenhuis en alles wat ertussen past. We zijn nu met z'n allen alles aan het klaarmaken. De regisseur die gaat het straks inleveren. En ja, volgens mij is de edit al bijna klaar. Het is echt bizar snel allemaal en bizar relaxed. En nu is het opruimen, schoonmaken en relaxen. En dat was tof.